zie mezelf als kunstenaar, docent en ondernemer. En ja, waarom? Nou ja, kunstenaar maakt kunst. Docent staat voor de klas, die geeft les. Maar een ondernemer, ja, dan denk ik aan iemand die kansen genereert voor zichzelf om geld te verdienen. En dat is ook een groot deel van wat je doet als ZZP'er. Mijn website heet metenk.nl. Mijn bedrijf heet Met een K. Het verhaal daarachter is, ik heet Bram Stamkot. En sommige mensen horen een ander woord met een P. Dus toen ik mijn bedrijf oprichtte, besloot ik van, nou weet je wat. Als ik mezelf dan voorstel, dan kan ik gelijk een verbetering aanbrengen door te zeggen Bram Stamkot met een K. Nou ja, de grote K, dat is natuurlijk ook de kunst. En educatie als je het verkeerd spelt. Dus dat past ook mooi bij elkaar. Dus vandaar dat ik op die naam ben gekomen. In mijn docentschap werk ik vaak voor New Tech Kids. Daar leren kinderen van 7 tot 12 jaar over informatica, computer science. Door het bouwen van robots met Lego heb ik een stage gelopen. En daar is eigenlijk mijn eerste grote klant uitgekomen. Dat mij in staat stelde om mijn eigen bedrijf en onderneming te starten. Daarnaast geef ik ook cursussen tekenen en schilderen voor kinderen op verschillende buurthuizen, activiteitencentra. Dat organiseer ik meestal zelf, dus dat genereer ik mijn klanten. Ik ontwikkel ook kunsteducatief materiaal. En ik denk dat in heel veel contexten dat er vanuit gegaan wordt dat dat onder jouw werklast valt. Maar ik word door sommige klanten gevraagd om lesmateriaal voor hun te ontwikkelen. Dus nieuwe ideeën, nieuwe les opzetten. PowerPoint, beeldmateriaal dat erbij hoort. Die maak ik dan en daar verdien ik dan ook geld mee. Verder verkoop ik ook kunstwerkjes, tekeningen, schilderijtjes. Meestal komt het erop neer dat ik 4 dagen ongeveer les aan het geven ben. En ja, de overige tijd steek in mijn atelier en het maken van kunst. Dit is een experiment om producten te maken die verkoopbaar zijn. Dat is gewoon een beetje uitbreiden van het assortiment dit. Naast tekeningen ook zo onderzettertjes of lijstjes met abstracte kunst snel kan maken. Hoe ik persoonlijk aan klanten kom is een groot deel is social media. Omdat ik mijn werk de wereld inbreng. Kunnen mensen dat opmerken en naar mij toe komen. Het helpt ook als je bepaalde communities aanspreekt op het internet. Dat kan heel cynisch en dan kijk je gewoon naar welke beroemdheid is in nieuws of wat is populair, wat jou ook een beetje ligt en dat je daar gewoon je tekeningen van maakt of kunstwerken van maakt. Dat kan ook organischer, dus dat je al ergens interesse voor hebt en omdat je daarvoor kunstwerken maakt en dan kun je de community erbij zoeken. Ik maak veel tekeningen van modellen. Ik merkte dat sommige bondage communities, BDSM communities, wel graag kunstwerkjes willen hebben met dat soort onderwerpen. Dus daar ben ik de laatste tijd een beetje mee aan het spelen. Het zijn gewoon modeltekeningen die populair zijn. Je klanten zijn natuurlijk ook onderdeel van je netwerk. Dus als jij een les geeft voor iemand, dan houden ze in je netwerk. Hou een mailinglijst bij. Deel je social media's uit. Tijdens mijn workshop spreek ik ook ouders aan. Vooral als hun kinderen heel erg geïnteresseerd zijn in de lessen die ik geef. Soms spreken ouders ook mij aan van, goh, wat voor lessen geef je nog meer? Want mijn kind is zo enthousiast hier. Maar volgende grote project. Ik zit te denken aan algoritmes en kunstmatige intelligenties die voor mij kunst gaan maken. Of althans, die ik kan betrekken in het kunstenaarsproces. Wat ik leuk vind aan het ondernemerschap en de combinatie daarvan met kunst en lesgeven,
is de diversiteit. Ik ben continu op nieuwe plekken, leer nieuwe mensen kennen, nieuwe ervaringen. Ik geef ook les met nieuwe materialen. Dus het wisselt heel erg en dat vind ik heel erg fijn. Dat maakt je leven langer. Wat ik lastig vind aan de combinatie is dat ik merk dat er een beetje nu twee carrières aan het ontwikkelen zijn. Eentje waar ik mezelf ontwikkel als freelance docent. En dat gaat heel goed op dit moment. Maar dat staat niet altijd evenredig met ontwikkeling in die andere carrière. Dus ik probeer daar bruggetjes tussen te bouwen, maar dat is lastig. Het is heel makkelijk om gratis werk te rationaliseren voor jezelf. Vooral als je twijfelt over je kwaliteit als kunstenaar of als docent of als ondernemer. Probeer dat niet te doen. Ga ervan uit dat jij talenten hebt en waarden, dat ook gecompenseerd moet worden. Zorg dat je altijd iets betaald krijgt. Je had ook 4 jaar je carrière als postbode kunnen ontwikkelen en dan had je heel veel geld verdiend. En niet uitgegeven aan hbo-opleiding en alle boeken en stukken papier en zo en verf die daarbij betrokken waren. Dus je hebt al een gigantische investering gedaan en dat moet ook weer een beetje uit het werk komen dat je gaat doen.